Yo mensen, Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Assassin's Creed Unity Let's Play aflevering hier op mijn kanaal Jarask Gaming. Hier heb ik een missie by the way. Alleen wat moet ik ervoor doen, want ik krijg er 5000 money voor. Dus ik wil het eigenlijk wel even starten. Maar wat ik ook weet is dat hier nog een uitkijktoren zit, dus... Welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering. Als je deze serie nou leuk vindt, ram dan natuurlijk op die like knop, dat helpt mij enorm. En ja, vorige aflevering hadden we een missie gedaan en die was een beetje te moeilijk eigenlijk. Dus we moeten nu geld zien te verdienen, omdat we eventjes onze armor en alles moeten gaan upgraden. Want anders kunnen we gewoon niet makkelijk verder komen, omdat we gewoon niet sterk genoeg zijn. Dus een zwaard hadden we al geüpgraded. Alleen nu moeten we de rest natuurlijk ook nog upgraden. Dus ik klim even over al deze leuke huizen heen. Want hier is nog een uitkijkpunt die ik even moet... Even moet synchroniseren. Staat hier rechts van allemaal ook nog eens een kist. Dus die moeten wij natuurlijk ook even zo pakken. Maar daar komen we zo meteen wel weer bij terug. Maar het is eventjes wat geld verdienen denk ik. Ik denk dat dat het handigste is om op dit moment te doen. Er staat hier ook een kistje ergens. Wacht, waar zit dit kistje? Misschien kan ik dit kistje namelijk openen. Dat is altijd wel handig namelijk. Het is lockpick 2. Die kunnen wij dus openen. Maar hoe gaan we hier naar binnen? Oh kijk hier. Hier zit een deur open. Oké, zo. Kunnen we... Nee. Je moet het raampje in, vriend. Goed zo. Oh, shit. Ik dacht, ik pak even makkelijk dat kiesje, maar zo makkelijk is het blijkbaar niet. Oh, jezus, dat was fucking hell. Dat was één grote faal. Wow, yo. Hoppatee, dat is 1. En hoppatee, dat is 2. Oké, okay, lekker, top. En dan gaat hij open. Ik weet niet of hier nog wachters zitten. Nee, oké, okay, awesome. Oké, okay, hoeveel zit erin? Ik hoop een beetje veel natuurlijk, want elk geld... Oh, kut, deze moet ook nog lokken. Elk stukje geld is natuurlijk welkom. Dus kom erop. Ah, oh, fuck. Ja, pak je volgende maar. Dus kom erop. Huh, lekker dan. Alright, hoeveel money zit erin? Geef me gewoon even 1000 of zo. Gewoon een fucking veel. Jezus, 2000. Oké, ik moet nu hier naar boven klimmen om om dat punt te synchroniseren. Dus dat gaan we even doen. Dat hebben we natuurlijk ook nodig. 2000, hè jongens. Holy shit, dat is wel heel veel. En hoe moeilijkere gebieden je komt ook, hoe meer money en alles er zit in de kisten. Dus daarom staat er hier zoveel, want we zitten nu echt namelijk in een moeilijk gebied. Maar het synchronisatiepunt zit denk ik... Even kijken hoor. Dat zit hier denk ik. Ja, zie je, die adelaar vliegt al weg. Dus dan weet je dat hij daar ook zit. Kijk uit jongen. Goed zo, goed gegleden. Goed gedaan man, goed gedaan. Oké. Moeten we hier nog even omhoog? Dan kunnen we hem even synchroniseren. Op deze manier. Dan heb ik tenminste een map. Oh, er staat er nog een kistje. Kijken of we die ook kunnen openen. Want als er deze 2000 zitten, wil ik wel al die kistjes openen namelijk. Dan kunnen we even onze armor en alles upgraden. Oké, lekker jongen. Goed zo. Je moet nog wel even naar beneden, want we staan nu te hoog namelijk. Dus we moeten even wat verder naar beneden. Ja, goed zo, hier ook. Tadaa! Oké, okay, awesome! Oh, wow, dit paleis is dik man! Oeh! Dit is echt één dik paleis. Die zaten we in de vorige aflevering natuurlijk in, voor de mensen die gemist hebben. Maar wow, yo, ik had niet verwacht dat het zo groot was. Ik wist dat het groot was, maar niet zo groot. Zo, nice man. Awesome. Alright, maar er stond hier nog een kistje. Als we die nou ook meteen even proberen te openen. Kijk, dat kistje zit daar. Dan kunnen we nog meer geld eruit halen. Dan rennen we daarna terug naar die assassin missie. Oh. Fuck. Er staan wachters bij, dus ik moet het even rustig doen. Wat de fuck is die gozer aan het doen? I'll have a word, I mean it! Bloody conservative! Ik kan deze wel vermoorden, dit is niet zo erg. Er zijn er maar een paar namen. Ja, die was raak, vriend, dat had ik ook door. Zo! Dat is één dikke gozer, jongen, die vent. Maar dat is wel al bijna down. Oh nee, die kan ik niet. Val nog een keer aan. Wacht, deze aanvallen. Lekker, oké, okay, ze zijn down. Helemaal vermoorden, zo.
Oké, dan beroof ik ze meteen even kus, want ik moet even mijn medikit weer terugkrijgen. En daarna pak ik dat kistje erbij, want iedereen is nu toch dood. Althans, niet iedereen is dood. Fuck, er komt er nog een aan. Nee, niet doen hoor. Niet doen, want dan moet ik je vermoorden. Ik moet je vermoorden, hè? Ik zal me heel snel andere kant... Ik ga hem vermoorden, fuck it, ik vertrouw hem niet. Fuck. Where are you going? Deze vet loopt hier nog steeds te rennen, jongen. Ik weet niet wat hij nou mee bezig is, deze gozer, maar... Vriend! Volgens mij gaat hij wel lekker, of niet? Oh nee, er komen er nog meer hier naartoe lopen. Oh nee, wacht, die loopt hier niet naartoe. Oké, snel even het kistje pakken dan, snel. Er zit maar lockpick 1, dus kom op. Even snel, 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 snel. Oké, kom erop. Ja, hup. Ik hoef maar 1 open te maken, dat is fucking makkelijk. Klik, klaar. Oké, geef even wat money. I want my money. I want my money. Hoeveel? Godverdomme. Dat is ook niet veel. Oké, dan klim... Kan ik hem niet vermoorden of zo? Even zonder grap. Kan ik deze gozer vermoorden? Oh my god. Oké, nou dan gaan we weer naar boven. Want ik heb nu alle kistjes hier. En dan rennen we terug naar die assassin missie. Want ik wil eigenlijk even die assassin missie doen. Dan kunnen we nog 5000 mee verdienen. En dan kunnen we gewoon eventjes... wat sterker worden. En dat is natuurlijk wel handig. Oké, zo. Dan rennen we even helemaal terug. Over de daakjes heen. Goed zo, jongen. Even het randje. Hier weer naar boven. Hop. En gassen maar. Ja, lekker. Top. Top, 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 top. Alright. En dan kunnen we hier vanaf. Nee, ja, we kunnen er hier wel vanaf. Ga nu weer vanaf. Redden we wel. Zo, hier nog wat verder naar beneden. Hup. 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 Goed zo. Ja, lekker dan. Zo. Alright. Het duurde even, jongens. Maar dan kunnen we nu naar dat, gele... Ja, la 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 la. Zo. Oké, dan kunnen we nu dat gele kistje pakken. Even kijken, die staat hier. Kan ik die al openen? Dat is namelijk voor die kap. Die ik met de vorige aflevering heb gehaald. Dus... Tada! Oh, er zit nog 1000 in ook. Awesome. En oh, dood de misdadiger, zal ik het even doen, jongens. Het zijn er zelfs 2. Kom hier, boys. Zo, dat was je eigen schuld, jongen. Alright. En dan kunnen we nu even deze assassin missie doen om even 5000 te verdienen. Want dat wil ik namelijk wel even, want het moet even wat sterker worden, man. Haal de papieren van Comte de Cassina terug uit het observatorium van Parijs. Ik doe het gewoon, fuck it. Fuck it. Hallo. Until some months ago, the director of the Paris Observatory. The National Assembly meddles in everything. We must flee to the countryside. But I have foolishly left several celestial observations in the observatory itself. It would be ever so delightful if you could recover those. Zal ik dat even doen, mevrouw? Ik moet er 3 halen. 3. Oké, nou dan gaan we dat maar even doen, hè. Want ik wil allemaal aan mijn geld verdienen. En, hé, dat hondje is aan het graven, man. Oké. Het zit hier al binnen. Dus ik ga de aanval van boven inzetten. Kun je hier omhoog? Ja, lekker. Top. Nou, kan je hier serieus niet in? Moet je dan een andere ingang vinden, of niet? Dit is het einde van de map. Dus ik denk niet dat hij erin kan. Fuck. Wacht, we kunnen via die boom. Wacht, we kunnen via die boom. Ik zie het al. Dan gaan we via de boom namelijk, als dat lukt. Dat je lukken, jongen, via de boom. Oké, okay, lekker, top. Oké. Okay. Nu moeten we het rustig aan doen. Die zijn hier lekker te beffen. Dan gaan we nu naar boven. Oké, okay, nice. Awesome. Oké. Okay. Er ligt er eentje boven op het dak, dus die kunnen we even makkelijk pakken. Als ze toch boven op het dak zitten. En er zit er ook eentje... Even kijken hoor. Oh, 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 kijk uit. Er zitten wel mensen op namelijk. Ze hebben me gespot hoor, maar dat maakt niet uit. Niet schieten nou, hé. Hey. Vind ik niet aardig. Ja, deze mensen zijn heel slecht. Want deze, het zijn zeg maar de mensen die op het dak staan. Dus die kan je in één keer vermoorden. Behalve die dan. Die is wel sterk.
Waarom zat jij op het dak? Ja, die was raak. Doe nog een keer dan. Kut, ik zag hem aankomen. Ik zag hem aankomen, maar ik kan het nog zien. Gelukkig. Oh, oh! In één keer ben... In één fucking kogel ben ik neer. Oh, de bullshit. Oh, dat vind ik echt kut. Ik wist niet dat ik zo'n lage medic was, man. Hij schoot één fucking keer. Kutzooi. Dat vind ik nou niet leuk, jongen. En daarom moeten we dus ons armor upgraden. Dit is dus de reden. Dit is ook de reden waarom ik deze missie doe. Omdat er lekker veel geld mee kan verdienen. Maar niet op deze manier. Want als je doodgaat, dan kan je ook geen geld ermee verdienen natuurlijk. Dus we moeten het maar opnieuw doen. Als dat nog een keer mag. Ja, dankjewel. Oké, poging nummer 2, jongens. De aanval ging wel goed. Alleen ja, fucking hell, man. Eén fucking kogel. Dat vind ik nou niet leuk, jongens. Dat vind ik nou niet leuk, hè. Dan proberen we het nog een keer. Dan gaat het hopelijk deze keer wel goed. Oké, top. Nice. Oké. Hoi. Kom maar achter me aan. Ja, we gaan weer dezelfde weg omhoog, jongens. Een andere weg omhoog is er niet echt, want er staan allemaal bewakers bij. Oké, nog een keer omhoog. Ik zal wel moeten. Oké. Okay. Kutzooi, waarom? Ah, hij moest niet helemaal omhoog klimmen, man. Die lul die klimt helemaal omhoog. Dat was niet de bedoeling. Hij moest niet helemaal omhoog klimmen. Hij moest fucking op het randje gaan hangen. Lul. Hoofd. Ja, kut. Ik weer hem af. Ik weer hem godverdomme af. Oh my god. Niet schieten nou. Niet doen. Oh, you fucking kidding me. Die dingen zijn nog fucking sterk ook, jongen. Ik vind het wel logisch dat ik net in één keer... Stop nou met achter me aanlopen, joh. Ik vind het wel logisch dat ik net in één keer dood was, want het ding is echt fucking sterk. Zo. Ik heb weer 2 tegen 1, hè, jongens. Ik heb jullie wat door. Dit is de laatste, als ik deze nou nog even kan vermoorden. Val me één keer aan, dan val me... Oh, ik heb hem al. Oké. Okay. Zijn nek breken, oprotten met die zakken. Nou, sta jij er nog, jongen? Hoppatee, die is lekker makkelijk. Oké. Okay. Deze keer had ik het gelukkig wel overleefd. Niet op de manier waarop ik het wilde, want ik wilde namelijk op het randje gaan liggen. Alleen, Arno die dacht, weet je, we klimmen gewoon helemaal omhoog. Alleen, ja, dat was dus niet helemaal de bedoeling. In ieder geval, ik moet even kijken of ik een medikit hieruit kan toveren. Of een medicijn, of hoe je het ook wil noemen. Ja, dankjewel. Dat is één medicijn, dank je. Heb een van jullie ook nog een medicijn, alsjeblieft? Want ik wil namelijk niet nog een keer doodgaan, want we hebben nu één zo'n papiertje, zo'n boekie. En ik wil niet nog een keer doodgaan. Oké, okay, de volgende. Die zit er één. Ik moet even kijken hoor. Even kijken. Waar ligt die andere? Ah nee, dat meen je niet. Oh, die ligt in de open area, jongen. En er ligt hier ook één in. Oh, 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 oh. Hey, you there. Hey, you there. Hallo, vriend. Alles goed, jongen, of niet? Kom vechten dan. Bitch. Bitch. Val wel lekker naar beneden. Oh, nee, we hebben geen zin om naar beneden te vallen. Maar dan steel ik jouw boekie. Dan hangt er ook eens meteen zo'n schild aan de muur. Die kan je namelijk in één keer zo ernaartoe lopen. Zo'n poinken en dan heb je hem. Je hebt er niet veel aan, want je moet ze namelijk alle 5 hebben. Maar dan hebben we er in ieder geval 1. Kunnen we dit wapen niet gebruiken? Ah. Dat vind ik nou jammer, jong. Oké, okay, maar in ieder geval. Nu moeten we deze nog pakken. Hey, stay there, Susan. Aha. Die like a man, you coward! Show yourself, you bastard! Christ! That's no good. Where are you? Hey, there you are! Ze moeten niet schieten, man. Ik moet ze even meenemen hier naartoe. Want als ze schieten, ben ik kaartenlul. Dat bedoel ik dus. Dat moeten ze dus nou net niet doen. Ik hoef alleen maar dat boek te hebben, man. Dus laat ze maar komen. I do it for the money. Oh. Oké, niet deze kant op dan, want daar staan nog meer bewachters. Wow, ze schieten weer hoor. Godverdomme.
Niet schieten nou. Niet fucking schieten. Wow. Dikke commando knife hier, oh. Oh nee, ze luiden de bel ook nog eens. Serieus, jongens. Nee, niet schieten. Dank je. Stop nou met het luiden van die fucking bel, jongens. Ze hebben nu versterking, man. Niet schieten. Niet doen. Fuck off nou. Ik hoef alleen deze toch te vermoorden, man. Oké. Okay. Ja, mooie. Dat was een mooie, man. Oh, leeft hij nou serieus nog? Oh. Nou, nu niet meer. Oké. Okay. Ja, luid lekker die bel, joh. Iedereen... Ze moet even stoppen met die bel. Ik moet ze even pakken, man. Fucking dildo's, man. Jij gooit hem op jezelf. Ja, lekker, jongen. Lekker slim weer allemaal. Niet schieten. Niet fucking schieten. Wat? Doe normaal, joh. Je schoot nog ineens, man. Fuck off met je kutbel. Hoor je me? Wow. Ik moet mijn armor upgraden, ja. Dus als je nou even stopt... Oh ja, ren lekker de andere kant op, joh. Oh, oh, gaat die... Nou, nu ben je in ieder geval dood. Woe! Zo de knetter. Nou, we hebben in ieder geval iedereen. Het ging niet helemaal goed. Maar dat komt omdat we nog niet... Dat komt omdat we niet het juiste armor hebben. Maar we moeten echt even beter... Ja, maak nu die belken lekker kapot, joh. Lekker laat. We moeten echt even... Echt even het geld hebben. Daardoor deed ik deze missie ook. Maar je zag het. Het wordt nu gewoon moeilijk. Omdat we nog niet... onze benen en weet ik veel wat hebben allemaal hebben geüpgraded. Dus we hebben gewoon... We hebben er gewoon het geld nodig. Dus door middel van deze missie kunnen we dat goed doen. Ik beroof wel nog even wat mensen. Zodat ik nog een medicijntje of zo krijg. Hoop ik. Een beker. Nee, een medicijn heb ik nodig, jongens. Geen beker, een medicijn. Geldbuidel vol. Oh, serieus? Wat? Wat? Spookmes vol. Oh, we hebben ook weer spookmesjes gekregen. Awesome. En hier staat nog een kist, die open ik ook even. Want we zijn er nu toch namelijk. En dan kunnen we teruglopen en met Sassini praten. En dan krijgen we zijn geld. Oeh, 300. Oeh, veel man. Oeh, niet normaal. Ik ga geen hele zak aan gewoon, maar oké. Okay. Dan nog even ontsnappen hieraan. Dus ik loop gewoon via deze kant. Ik heb toch alle wachters vermoord die hier rondlopen. Dus... Weet je, er zijn toch geen wachters meer, want we hebben net iedereen gekild. Ze kunnen proberen wat ze willen. Oh, wacht, hier staat er nog wel een. Oh, er lopen er ook nog twee, fuck. Kun je die boom even inklimmen? Oké, nice. Oké, dan kunnen we er weer uit. Zo, hup, hoppatee, laat me los, klaar. Oké, nou dat was hem hoor. 5000 franken verdiend. We hadden er alleen een beetje moeite mee. Dus nu moet ik eventjes mijn geld ophalen. Dat is namelijk wel handig. Dat is een goede oude makker. Ik wil graag mijn geld hebben. De fuck heeft dat wijf nou weer op zijn op haar hoofd? Money. Heb ik mijn geld gekregen, vriend? Dankjewel. 5000, hoppatee. Oké, dan moeten we nu een winkel opzoeken, want dan moet ik even mijn pakje gaan upgraden. De winkel zit lekker dichtbij. Hop. En, oh, het is maar 30 meter. Awesome. Zit ze hier binnen? What the fuck, staat hij nou serieus? Oh, hij staat hier, joh. Hallo, vriend. Oké, hoeveel geld hebben wij? Wij hebben 15.000. Oké, dat is wel lekker veel. Dan kunnen wij namelijk eindelijk even onze uitrusting upgraden, want dat is namelijk nodig, jongen. Oké, eerst het hoofd. Nou, dat zien we alleen niet, maar... Even kijken, hoor. Een kap die zo saai is dat niemand de drager zal herinneren. Nou, leuk. Wow, die is best wel heel duur. Wow. We moeten toch echt dure shit kopen. Ik koop eerst even mijn borst. We hebben een pak aan, hoor. Dus je kan niet zien wat ik upgrade. Kan ik dat pak ook uitdoen? Zonder grap? Oh, kijk. Nu hebben we het pak uit. Oké, zo zien we er normaal gesproken uit. Dus kunnen we ook even kijken wat we upgraden, natuurlijk. Deze hebben we niet nodig. Deze hebben we eigenlijk nodig.
Een jas die zo saai is dat niemand de draag zal herinneren. Hoe duur is die? 5000. Deze is 3500. 4500. 4800. 4900. Oké, die kunnen we niet meer betalen, deze. Oké, dan hebben we er een van deze nodig. De jas van een van de meest beruchte struikrovers van Parijs. In tegenstelling tot zijn collega stierf hij van ouderdom. Oké, dan koop ik denk deze. Die vind ik wel mooi. Ja, is wel goed. Dat is wel goed. 4800 is die. Dan zijn we alweer lekker veel geld kwijt. Onderarmen kan ik ook wel even upgraden. Daar heb ik ook nog iets slechts van. Moet eentje met 4 sterren, man. Deze. Oeh, die zijn best wel heel erg duur. Maar met Millie gaat die wel keihard van omhoog, man. Wat staat er eigenlijk bij? Deze polsbeschermen laten gegarandeerd geen enkel spoor achter. Jammer dat het afnemen van vingerdrukken nog niet is ontdekt. Ah, ik neem deze wel gewoon. Fuck it. Dan hebben we er geen geld meer over. Maar dan hebben we in ieder geval weer 2 dingen erbij. Dus dat is namelijk wel mooi. Dan hebben we nog 2300 over. Ik kan wel even kijken of ik daar nog iets van kan kopen. Deze 240. Deze is 1000. Dat is ook nog wel beter. 1100. Oeh, 5000. Oké, wacht. Een op maat gemaakte riem die gedragen wordt door struikrovers en ander tuig. De op maat gemaakte riem van een vol... tiger uit Napoleons. Ik doe deze nog wel. Dan hebben wij deze nog gekocht. Dan heb ik nog 1200 over. Benen. Kunnen we daar nog iets van upgraden? 900. 5000. Oké, okay, even kijken. De op maat gemaakte broek van een voltier. Oké, okay, dan doe ik deze er ook nog wel bij. Zo. Oké, okay, dan is alles geld top. Zoals je kan zien, we hebben nog wel 210 hekpunten. Alleen dat hebben we niet echt nodig. Dus we zien er nu zo uit. Ik kan mijn kleur wel veranderen bij de B. Want sommige mensen zeiden, ja, je lijkt te veel op de enemy, Jan. Dus daar zou ik wel even iets leuks aan doen. Even kijken, wat is een beetje een mooie kleur? Kan je niet gewoon zwart of zo? Geel zit er ook lelijk. Ik doe deze. Deze vind ik wel mooi. Ik doe deze wel, ja? Oké, zo. Alright. Klaar is Kees. Ziet er goed uit. Althans, ik vind dat we er goed uitzien. We hebben nu 4 ruitjes. Ons niveau. En ik vind het goed. Ik vind het goed. Oké, okay, awesome. Awesome, 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 awesome. En dan gaan we meteen weer natuurlijk door naar de volgende missie. Ja, kom er achter me aan dan, poesies. Waarom zijn jullie altijd zo irritant, man? Ik loop alleen maar langs namelijk. Ik moet even bij de week kijken zo meteen waar de missie zit. Want, ik weet niet hoe ver die is. Even kijken hoor, op de map. Hoe ver is die? Oh, hij is lekker dichtbij, jongens. Dan kunnen we die meteen starten. Hier staat nog een geel kissie. Die moeten we nog even pakken. Ja, eerst even naar het gele kissie toe. En daarna naar de missie toe. Want die gele kissies, dat zijn speciale bonus kissies. Die je kan vrijspelen. Dus dan loop ik daar even naartoe. Dan over die eerst even. En daarna gaan we weer door met de volgende missie. En dan hoop ik dat het nu wat makkelijker wordt, man. Want het was gewoon net te moeilijk eigenlijk om het echt goed te kunnen voltooien. En ja, dat is eigenlijk natuurlijk ook mijn schuld. Maar dat komt omdat ik niet zoveel side missies doe. Normaal gesproken speel je als je dit spel speelt. Gewoon zelf natuurlijk. Speel je heel veel side missies. Zodat je gewoon lekker veel geld hebt. Zodat je natuurlijk gewoon ook lekker sterk bent. Alleen, ik doe dat op dit moment niet echt. Waardoor we ook natuurlijk weinig geld hebben. We halen ons geld sowieso ook niet op bij ons, café ding. Oeh, nice. Dus, dat moeten we eigenlijk ook doen, alleen dat is zo ver, man. Dus hallo jongens, niet me aanvallen alsjeblieft. Nee, niet doen. Dankjewel. Maar, daardoor hebben we niet zoveel geld, doordat we ook niet zoveel side missions doen. Maar dat is natuurlijk mijn probleem. Maar we zijn nu in ieder geval wel sterk, dus nu wordt het natuurlijk ook wat makkelijker. Sequentie 9, herinnering 3. Nu Marius dood is, is het tijd om Elise te treffen en het gebied te verlaten. Alrighty, dan gaan we dat doen, hè. Dan gaan we dat doen. Want het moet... om deze sequentie te voltooien. Kijk eens hoe sexy we eruit zien, man. Kijk eens hoe sexy. What? No time to explain. Run. Wat? Wat? Wat heeft ze nou weer gedaan? Elise, what the fuck? Wat heeft ze gedaan? Will we be taking a ride this evening?
evening, Professor. No. I'm afraid not. These older models are entirely at the mercy of the breeze. Oh, laat ons daarin. Far too much of it, I'm afraid, to be safe. Now, this particular example... What do you think you're doing? Ja, hoor. Get out of there this instant! Cut the ropes! I'll cover you! Oh, my. Oh, ik zal maar snel rennen. Oh, kut. Hurry! Oh ja! Ah! Ja, vriend, ik was dat fucking ding aan het snijden. Nee, niet meer aanvallen. Niet doen nou. Stop er nou mee! Vind ik nou niet aardig, jongens. Vind ik nou niet aardig met zoveel! Ik vermoord jullie allemaal, stuk voor stuk. Eén voor één, kom maar. Bitch! Motherfucker! Zo, oké, kom jij helpen, Elise. Sorry, man. Ik moest even... Sorry, mevrouw. Ik moest even wat mensen vermoorden. Oké, die is ook neer. Nog één touw zit hiermee vast. Just one more. Yo. Die is nu ook kapotos. Hoppatee. En nu moet ik snel erop, denk ik. Oh no! I'll come to you. Hang on. I'll try to stay put. Kom. Omhoog. Ik kom eraan. It certainly is lovely up here. You should see the view. Oh, you don't say. The wind is picking up. You'd be nee! Yes, thank you. Dat meen je niet. Kijk hoe snel ze gaat. Hey, hoer. Oh my god. Oh, these things tend to work themselves out. What is that? Hoe fucking snel gaat zij, man? We're going to prove soon. I hope you have a plan. I got a plan. Heb jij geen fucking plan? Oh my god, hoe ver fucking... Ja, ik heb hem gemist. Ik heb hem fucking gemist. Hoe kan ik... Hoe de fuck kan ik hem bijhouden? Het gaat fucking snel, maat. Ik neem niet naar beneden, Arno. Raak de grond niet. Nee, je meent het. Wacht. Als hij nou even doorrent, waar gaat ze naartoe? Ik kan hem hier pakken. Go. Ik kan hem hier pakken. Snel. Nee, te laat. Godverdomme. Veel te laat, kan ik beter zeggen. Hé, mevrouw, kan je misschien nog even... Ja, ik laat hem lopen. Wacht. Nee, blijf hangen nou. Ik had hem kunnen pakken daar. Ik zat er zelf geen zin in, denk ik. Ah, kut, hé. Elise? Wil je alsjeblieft even wachten? Lantaarn was het in de weg. Aan de kant. Kan ik hier rechts omhoog? Oh, zit het touw vast? Oh, dat is goed. Dat is goed. Laat het touw maar lekker vastzitten, want dan kan ik er ook op. Blijf hangen, Elise. Kom eraan. Hé, maar dan moet ik hem weer doorsnijden. Beter pakt hij hem dan in één keer vast. Ah, iemand! Waar zit hij vast dan? Oké, hebt hij hem nou? Pak, hou hem nou vast en snij hem dan door. Goed zo. Je luistert naar me. Hè? Ja, ik moet even naar boven klimmen. Ga jij nou maar weg hier? Ik zal maar omhoog gaan. Hou hem vast. Hou... Niet loslaten. Oh, wees hem loslaten. God. Wat een lul. Ik ga er niet weer achteraan rennen, hoor. Nee, je moet er nog weer achteraan... Ik moet er weer achteraan rennen. Als je nou... Waarom hield je hem niet vast? What did you do back there? It's a long story. Oh, man. This hardly seems like the time. Oh, Joe. Dit moet je halen, vriend. Lekker. Oh, man. Het waait ook nog echt knoerd hard, jongen. Nee, je meent het. Mijn medkits zijn ook op. Shit. Ik volg het. Wat zegt ze nou allemaal? Blijf. Ik moet erin kunnen springen, man. Hurry up! Jij gaat zo fucking snel. Fire, ze schiet op me! Holy shit, ze willen me echt dood hebben, hè? Ik
ren zo hard als ik kan, maar... Ja! Nee! We're almost at the river! Nee, ik had hem! Ik hoor... Nee! Nu! 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 Kom op! Yes! Oh, dankjewel! Einde fucking luck, man! Phew! Next time... I plan the escape route. Zo de knetter, maar waar gaan we naartoe? Dat was een beetje intensief. Maar we hebben het gehaald. Beautiful. Maar ze hebben fucking veel kogels in die ballon geschoten, maar we gaan nog steeds door. Can things ever go back to the way they were before? Do you think? Do you? After everything that's happened. Everything we've lost. So that's it then. The course of history forever altered, never again to return. Maybe we can't go back. But going forward isn't necessarily an ending. Elise, I... Ooh la la! You cheated. You took too long. I love you. Ah nee, niet in die fucking luchtballon, hè, jongens. Kom op. Nou ja, niemand die het kan zien, dus. Succes, hè? Succes. Kijk eens aan. We hebben de uitdaging niet gehaald, want we mochten de grond niet raken. Maar ja, dat was een beetje mijn schuld. Maar dat maakt niet uit. We rennen wel lekker over de grond eigenlijk. Dus ik vind het wel goed. Maar in ieder geval, jongens. Ik ga hier bij deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Morgen om 3 uur precies zijn we natuurlijk weer terug met een nieuwe aflevering. We hebben geld verdiend. We hebben ons uitrusting geüpgraded. Dus we zijn nu sowieso natuurlijk sterk. Je zag ook dat ik die 3 mannetjes die er waren heel snel had vermoord. Dus dat is natuurlijk heel erg mooi. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Als je hebt genoten, ram die like knop. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye mensen.